Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Ja, dit is de allernieuwste generatie Renault Scenic. En die Scenic, ja, die heeft een bijzondere positie binnen het Renault-programma. Want dit is de stamvader des MPV's als je het hebt over de C-segment ruimteauto's, de midsize modellen. Alleen, toen deze auto op de markt kwam, toen creëerden ze een marktsegment. Een marktsegment met een relatief compacte buitenafmeting, maar met een superruim interieur. En dan ook nog eens een heel flexibel in te richten interieur met losse stoelen achterin, overal bergvakken. Ja, en zo creëerde Renault een segment dat heel veel mensen aantrok. Alleen, ja, de MPV's, er is steeds minder vraag naar. Mensen willen liever een crossover of zelfs een SUV in plaats van een MPV. Ja, en toen Renault dus bezig was met de ontwikkeling van de nieuwe generatie Renault Scenic, toen dachten ze van waar moeten we nou eigenlijk naartoe met die auto? Want het marktsegment neemt af, maar we willen aan de andere kant niet onze 2 miljoen klanten die zo trouw een Scenic kochten teleurstellen. Ja, en dus werd er nagedacht over het concept, wat moeten we ermee? En toen dachten ze, als we die auto nou meer body geven, zorgen dat het design heel attractief is, dan blijven mensen misschien wel die auto kopen. Ja, en waarmee geef je een auto body? Als je een designer aan het werk laat, die gaat schetsen. Het eerste wat hij tekent zijn hele grote wielen. Want grote wielen, proporties binnen design is heel erg belangrijk om een model kracht te geven. En zo zaten ze te filosoferen, waar gaan we nu naartoe met die auto, met het design. Toen haalden ze uit de kelder van het Renault Design Center de conceptcar R-Space. En ze keken naar die auto en zagen meteen 20 inch grote wielen. Ja, dat geeft zo'n auto body. Dat moeten we adopteren op die nieuwe generatie Scenic. Maar 20 inch lichtmetalen wielen, 20 inch grote wielen, ja, dat zijn nogal prijzige banden. Niet leverbaar in het C-segment. Dus dan moesten die banden, overigens met uitzondering van de BMW i3, die banden met die specifieke maten moesten speciaal voor die Renault Scenic ontwikkeld worden. En als je het dan hebt over een auto aanbieden met bijvoorbeeld 17, 18, 19 en 20 inch wielen, dan verdeel je de koek over 4 verschillende maten en blijven de volumes van zo'n 20 inch wiel blijven natuurlijk klein en gering. En kun je dus heel moeilijk de ontwikkelingskosten terugverdienen. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat zo'n groot wiel juist grote volumes draait, waardoor een fabrikant als Michelin erin wil investeren, juist de auto alleen op 20 inch aanbieden. En dat doet Renault dus. Die Renault Scenic is alleen leverbaar met 20 inch grote wielen. Uniek, omdat de designafdeling, het management, dat altijd op de centen zit te kijken, heeft weten overtuigen van die Renault Scenic. Als je die tot een groot succes wil maken, in ieder geval die auto body wil geven, waardoor die attractief oogt en mensen zeggen van, hé, dat vind ik nou een mooie auto, fraaie auto. Ja, het is gelukt. Laurens van der Akker, de Nederlandse designbaas, heeft het geregeld. Hij zegt zelf dat het een teamprestatie was, maar ik weet van een oud medewerker dat van der Akker nooit zijn assistent opdracht gaf, maar van der Akker loopt rechtstreeks naar de betreffende persoon die de beslissing neemt. En daarmee is hij het gesprek aangegaan en heeft hij ervoor gezorgd dat deze auto van die mooie grote fraaie wielen krijgt, waardoor zijn overall design nog meer tot uiting komt. Ja, een bijzonder item op die Renault Scenic.